aan 150 jaar van Belgische staatsrederij. Daarmee verdwijnt het vertrouwde beeld van de RMT-schepen in de haven van Oostende. Een korte terugblik op een stukje bewogen geschiedenis. In 1846 voer voor het eerst een stoomboot met passagiers van Oostende naar Engeland. De regering had de dienst voor pakkettenboten opgericht, een voorloper van de RMT. De staatsrederij liet enkele schepen in Engeland bouwen, maar na de eeuwwisseling gingen die opdrachten naar Vlaamse werven. Het zijn er meer dan 50 geworden. In de Eerste Wereldoorlog werden de schepen alleen ingezet voor het vervoer van troepen. De jaren 30 luiden een bloeiperiode in. De prinses Astrid werd het vlaggenschip van de kanaalvloot. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden de schepen omgebouwd tot landingsvaartuigen voor de infanterie. Pas in de jaren 50 kondigde zich een nieuwe bloei aan. De open dakken die stonden zwart van het volk. Bij het aanleggen gingen de mensen allemaal kijken naar de kant van de kaai. Zodoende dus dat die schepen werkelijk scheef hingen. De slag zij hadden van de mensen die aan boord waren. Ongelooflijk. Plus dat dan chaotische toestanden waren aan dek. Iedereen, er was gewoon geen zitplaats voor iedereen. Men lag, men stond, men leunde. Ongelooflijke toestand. Dat waren allemaal commandanten die in de oorlog gevaren hadden. Alles was zeer, zeer strikt. Commandant. De eerste luitenant mocht spreken tegen de commandant. Maar de tweede luitenant moest het zeggen tegen de eerste luitenant, die het dan verder vertelde tegen de commandant. De regie voor maritiem transport kwam er in 1971 en die sloot meteen een overeenkomst met de Britse en Franse spoorwegen, de rederij Sealink, die later ter ziele ging. Na 5 jaar werd gekozen voor Townsend Torreson, de enige rederij waarmee de RMT een aanzienlijke winst maakte. Dat veranderde toen P&O Townsend overnam. In 1981 werden de jetfoils in de strijd om de snelle overtochten gegooid, maar stilaan kwam de moordende prijzenslag op het kanaal op gang. Met de bouw van de Prins Philip in 1991, kostprijs 4 miljard, zakte de regie diep in de rode cijfers weg. De nieuwe partner Sully in Ramsgate kon het tij de laatste jaren niet meer doen keren.